Bingo Town! Hi mensen, welkom bij Bingo Town. We hebben een nieuwe chille zaterdag vandaag voor jullie. En met vandaag familie Vingerhoed. Chille zaterdag. Veel aangevraagde game. Ik zag ja, eigenlijk alleen maar reacties met waar blijft familie Vingerhoed? Waar blijft familie de Acoudre? De Acoudre. Ook we hebben veel Franse kijkers. Ja. Wat denk je dat het voorspel is? Ik heb echt geen idee. Bardo zei ja, het is gewoon mensen ergen je niet. Waarom de fuck hebben ze dan fucking vingerhoedjes op? Echt hè? Het is ook echt waar. Verzamelen, staat hier, ruil, onthoud en verzamel zo snel mogelijk een complete familie. Dus nee, als je naar de voorkant kijkt, zie je dus zeg maar de complete familie is vader, moeder, dochter, zoon, hond. Dus ik denk, je hebt 5 vingers, dus ik gok dat je moet ruilen totdat je op iedere vinger een familielid hebt. Zullen we het maar gewoon gaan doen dan? Ik denk dat het maar, de doos lijkt super leeg, alsof er gewoon 10 vingerhoedjes in zitten en dan zo'n fucking grote doos. Oké. Kom op. Ja. Niet je vingers zo meteen blesseren, dan kun je geen vingerhoed meer spelen. Tepel. 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 Dit is een tepel. Domme man. Domme. Oké. Okay. Ik denk dat het echt een spel is dat je niet met z'n tweeën kan spelen. Ook. Dit wordt helemaal verschrikkelijk. Oké. Oh ja, maar dit is een soort van kwartetachtig. Allemaal vingerhoedjes. Maar moeten de stickers er nog opgeplakt worden zo'n beetje. Oh man, echt. Het is echt voorbereid. Echt hè. Dus voor die zak wel gewoon kapot. Dit gaat toch nooit meer gespeeld worden bij ons. Oké. Nou ja, slecht voorbereid. Heel veel vingerhoedjes in ieder geval. Het is niet heel slecht voorbereid, want dit is gewoon eigenlijk wat we moeten doen. Oké, wat nu? Ik denk dat je gewoon dit er doorheen moet drukken. Ik denk dat je eerst even de... Zo. Moet je niet eerst die sticker erop? Huh? Wat is dit? Ik heb zelf dit in elkaar gezet. Best ik heb hier spel. Dus, ik heb hier dus een stickerfilm. Oh, het is gewoon kwartetten, kijk. Ja, want ze hebben ze allemaal verschillende kleuren. Ja, je moet dus zeg maar van de gele de moeder, heb je van de gele de vader, heb je van de roze de... Maar dan moet je ze ook op je vingers zetten. Ja. Maar waarom de fuck is dit dan zo? ik denk echt dat we die stickers op deze rondjes moeten plakken. Als we die gewoon even verzamelen. Niet op die rondjes? Ja toch? Nee, op die dingen hier moet je toch plakken. Dit zijn toch vingerhoedjes? Ja, maar je moet het toch hier op plakken? Oh, dat, ja, dan kun je... Dat, je snapt toch als je dat dan in je vinger erop doet? Oh, dan kun je niet zien. Ja, dan komt het plaatje eruit. Maar kijk, je moet dus zeggen, het onderste plaatje moet je hier op drukken, denk ik. En kijk, het idee van het spel is dat deze dingen staan zo op tafel als je moet graaien. En dan zie je dus niet welk mannetje het is. Kijk, dat is het idee. Ja. En als je dan zo doet, dan kun je zien welk mannetje erin zit. Oh, nou, okay, nou dan gaan we daar even al die dingen van maken. Verdomme man, dan had ik echt door toen die kutdoos open ging. Ik niet, sorry. Ik ben niet zo technisch hoor. Bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Oké, we hebben dus nu alle mensjes in deze bakjes gedaan. Laat me even demonstreren. Dit is dus iemand, dit is bijvoorbeeld de kat van Groen, dat zie je waarschijnlijk niet eens. Maakt niet uit. Nou moeten we verhusselen natuurlijk. Ja. Kan heel makkelijk met deze dingen. Van, oh, chaos. Oh, alles rolt alle kanten op. Oh. Oké, en dan is het tijdspel. Elke speler pakt 5 vingerhoedjes in plaats van deze op één hand. Zorg ervoor dat mag ik het ook op meerdere handen doen, maar ik vond het om zelf op te bepalen wat ik doe. Echt hoor. Hey! Trouwens, die van mijn duim steekt echt nee. Ja, echt een dik hiervoor. Oké. Dus ik begin nog niet met de jongens. Ik wissel deze bitch in. En dan wil ik deze bitch. Dan wissel ik deze bitch in. Oh, ik wil gewoon weer terug naar beneden. Dan wissel ik deze bitch in. En pak deze bitch. Ik wissel gewoon iedere keer hetzelfde kutpoppetje in. Ja, ik wil dat ik een goede heb. Oh, dat gaat goed. En dan heb ik 2 huisdieren. Dat is echt kut. Ja, weg tief. Ik heb alleen maar huisdieren. Tief maar op hoor. Oké. Ja, dit gaat kant op. Ik zal het net zo lopen als een potje kwartet. Wat ik vind. Haha! Ik ga goed. Oh, ik ook. Oh, god! Wacht even, je gaat hoog snel. Hoog tempo! Dat is eigenlijk gewoon geluk. Je weet dat in het begin beslis je al voor deze kleur ga ik en dan blijft het gewoon wisselen tot je alles hebt. Echt hè, dit is puur kut wel eigenlijk. Deze heb ik al een keer gehad. Ja, go. Fuck die groene moeder, rot toch op joh. Ik heb ook al gehad. Al gehad. Ik heb ook alles al gehad. Nope. Gaat het snel zo hoor. Nope. Ja, ik ben compleet. Echt? Ja, bitch. Check no! Check yourself before you wreck yourself. Ik heb drie roze. Ik had die roze. Ik had 2 roze. Ik begon er met 3 rode. Het is helemaal gewisseld. Hier, was mijn roze, oude man. Ja.
Ja. Een roze poes, maar ik heb al een roze huisdier. Een roze hond. We hebben echt 10 minuten lang dit lopen opbouwen en dan wil ik wel nog een potje spelen hoor. Cool. Ja, goed. Rustelen. Ik heb al die hoedjes vol gezweet. Echt zo spannend. Het zweet stroomde door de vingerhoedjes heen. En wel even de medailles nodig eigenlijk, ja. Want dit was even een inkompotje natuurlijk. Dit is de winner takes it all, zeg maar. Dames en heren, het is tijd voor een rematch. Omdat jij net gewonnen hebt, mag jij beginnen met 5 poppetjes pakken. Zijn er 5? Zijn er 5. Ik schrok met de tering, joh. Domme. Ik word in één keer van boven naar beneden. Medailles, waarvan we er maar 2 nodig hebben, namelijk goud en brons. Goud en brons, ja. Dus als we gelijk spel spelen, dan... Ja. Dan krijgt 1 zilver en de ander goud en brons. Je kan niet zilver, is gemiddeld zilver. Oké, ik pak er ook 5 in ieder geval. Je hebt meer dan 5 poppetjes. Hoe dan? Je hebt er 6. Lul. Ja, oké, sorry. Ja. Deze sowieso. Hier is mee gespeeld. Oké okay dan, ik mag weer beginnen, ik ben wel de jongste dus. Ja, nu begin ik hoor. Oké, okay, jij begint. Oprotten nou. Ik pak gewoon alles wat jij neerzet. Ja, dat is wel het handigst. Oh, mijn vinger moet je echt af. Nee, niet kijken. Ik kijk niet. Ik heb ook net een vingerhoedje neergezet. Ik heb namelijk het recht om een vingerhoedje te pakken. Hoe het spel werkt. Deze man. Oké. Okay. Is hier echt totaal niks op met deze vingerhoedjes? Gewoon dat je het even weet. Met de power flow through me. Echt een leuk spel dit. Leukie. Kijk eens hoeveel lol we hebben. Ha ha ha. Hoi joh. Zo. Shit, ik doe net 1 kleur weg en dan vind je opeens die kat van die kleur. Dat is toch balen, hè? Dat is toch balen, ja. Oh. Oh ja, ik hoef er nog maar 1. Ik ook nog 1. Kut leven. Nu moet ik nog. Je moet de zoon. Hé, wat? Vriend! Ik speel gewoon door. Nee! Ja, jij bent best. Kom play al! Je ging gewoon dubbel! Als jij nou. Kom play op! Nou, dan heb ik een gelijkspel gespeeld. Ja! Nee, hij speelt een beetje vals. Maar het duurde nog 5 keer geraakt tot ik mijn poppetje had. Dus. Daarom. Kijk, als jij nou ook die ronde daarna in één keer compleet had, dan was het een ander verhaal geweest. Het leukste aan dit spel is dat je ze ja, in je kont kan stoppen. Je hele hand. Deze dingen erop. En je hebt natuurlijk de variatie dat je toch de hele familie met 6, dus 2 huisdieren en al de rest van ja, de wijze les. Speelt je piemel mee. De wijze les van dit spel is, je familie is compleet, je kan best een hond doodmaken als je maar een kat hebt. Ik denk dat is iets is ik denk dat een wijze les eigenlijk is, het maakt eigenlijk niet uit hoeveel je van dezelfde kleur hebt als jij er veilig bij voelt. Dat is medailles. Nou, medailles. Mag jij mij doen? Thomas Smacher, hier bij Kronenku tot loser winnaar van het vingerspel. Van, ik kroon je tot koning van het vingeren. Koning vingeren. Nou kijk, en ik wil graag mijn ouders bedanken. Weet je wat het is? Ik ga even zoeken. Bij dit ik wil spel... graag mijn ouders bedanken. Bij... Hier moeder. Bij dit spel heb je eigenlijk geen winnaar. Iedereen is een verliezer als je dit speelt. Wat een bouwgame, echt. Bedankt voor het kijken. Wat keer. Doe een duimpje omhoog voor doe meer een duimpje omhoog. Actie. Klik op abonneren. Met je vinger. Klik op abonneren met je vinger. Wil je meer vingeractie zien? Klik dan ook even op andere video's. Of niet. Of niet. Kijk dankjewel voor het kijken. Tot een volgende chille zaterdag. Doei. Deel hem ook maar misschien. Doei.